Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Niet te geloven. Ja goed, het meest gelezen item op VI.nl, op VI Pro, alles was Ajax. Nou, laten we beginnen met het meest gelezen op VI.nl, is dus het feit dat Ajax schorst Alex Kroes en wil de samenwerking beëindigen. Gisteren zijn we ook live gegaan op YouTube met Freek Jansen en Lentin Godijk. Ja, ik moest gelijk weer denken aan het interview op Ziggo. Ik wil rust brengen bij Ajax. En die rust, ja goed, ja, dat is hem niet gelukt. Nee, dat is niet weken. Gelukt. Om Maxima te citeren, hij was een beetje dom. En daar komt hij ook wel echt op neer. Want die aandelen, ja, het heeft hem geen geld opgeleverd. Dus ja, hij heeft puur gedacht van, oh ja. En ergens voelt het ook nog wel een beetje nobel van, oh, ik stap in die club. Ik ben een goede directeur, dus die aandelen gaan meer waard worden. Hij gebruikte de gedachte erachter was goed. Ja, hij gebruikte de term skin in the game ervoor. Alleen, hij heeft het onhandig aangepakt. Hij had beter kunnen zeggen, joh, geef mij een lage basissalaris. Geef me in plaats van aandelen. Want dan verdien ik alleen geld. Als ik echt die tent goed gun, en ik ben er heilig van overtuigd dat ik die tent goed ga gunnen. Ja. En dan was er geen enkel probleem geweest. En nu, vanwege die timing, dat het ook nog exact gebeurt op de dag dat hij dan blijkbaar, dat bleek uit de interview van Michael van Praag, wat Lentin Godijk met hem had, samen met een aantal andere journalisten, staat op VE Pro, dat hele stuk, dat precies op die dag dat hij hoorde dat hij definitief werd, dat hij die 17.000 nog wat aandelen kocht. Ja, dat is qua timing allemaal hoogst ongelukkig. Dat klopt. En toch denk ik, als je dan precies op die dag, op dat moment zal het voor hem een weldoordachte beslissing geweest zijn. En hij zal, denk ik, in ieder geval met een goede intentie dat gedaan. Maar het is nog steeds, voor iemand in zijn functie, ja, niet heel slim. Nee, met goede intenties, een dommige actie. En het is ook niet dat er gewin of zo bij is. Dat bestaat allemaal niet, dat hij daar heel snel rijk van wordt. Ja, dan moet je iets anders doen in de voetballerij. Sterker had hij waarschijnlijk zich nooit moeten verkopen. Want daar is een stuk meer geld te verdienen dan met aandeeltjes Ajax. Dus het is vooral onhandig, een beetje dom. En dat blaast zijn project nu binnen een paar weken op. En Dat is best wel treurig voor die man. Het was natuurlijk zijn grote droom om dit bij Ajax te doen. En die is nu gebarst eigenlijk voordat hij goed en wel begonnen was. Ja, Michael van Praag gaf overigens aan, de schuld ligt bij Alex en bij niemand anders. Zie jij dat ook zo? Nou, ja, dat is wel enigszins makkelijk natuurlijk. Mm-hmm. Om dan als toezichthoudend orgaan, en dan heeft het meer in bredere zin, dat toezichthoudende orgaan bij Ajax, hoe heeft hij de laatste tijd gefunctioneerd? Dan kun je zeggen, oké, je hebt de kwestie misschien dat gehad. Hoe hebben ze daar nou precies in gefunctioneerd? Je hebt natuurlijk die zomer gehad waar Hamstra en Huntelaar miljoenen gespendeerd hebben. Samen met ook nog een makelaar van Alfred Schreuder erbij. Ja. Is ook dat je zegt, goh, hoe is daar nu toezicht op gehouden vanuit de RVC? Je hebt natuurlijk daarvoor nog de affaire Overmars gehad. Wat ook al iets langer speelde op de werkvloer. Dat daar vraagtekens over waren die er uit is gegooid. En nu heb je ook nog dat KPMG-rapport van misschien dat, waarvan Van Praag zei, dat zal deze week eigenlijk verschijnen. Is ook natuurlijk een lastig dingetje, want ze hebben daar met die jaarrekeningen zo, hebben ze in eerste instantie ook nog niet goedgekeurd, omdat ze daar iets van verwachten. Ze hebben hem eigenlijk vooruitlopen daarop, hebben ze hem al weggestuurd. Alleen als je nu dan een beetje de geluiden hoort, dan lijkt het erop dat die conclusies in de KPMG-rapport, dat het meevalt, dat er nog geen smoking gun gevonden is. Want misschien dat lijkt het te gaan starten bij Dortmund. En je mag ook genoegzaam aannemen dat Dortmund wel navraag heeft gedaan van, goh, dat rapport, wat is daar nog uitgekomen? Dat ze nu voornemens zijn om hem aan te stellen daar. Dat lijkt erop te wijzen, zonder daar te veel conclusies over te trekken, dat daar geen smoking gun gevonden is. En dat straalt ook weer af op die aantal RVC-leden dat daar nog bij betrokken is geweest. Ja, je hebt natuurlijk ook nog die samenwerking gehad tussen misschien dat de Stijn wat helemaal misliep. Dus het is eigenlijk een aaneenschakeling van rare dingen waar dat toezichthoudend orgaan toch niet in is geslaagd om dat toezicht op die manier te houden dat niet uit de hand liep. En als je dan is eigenlijk meer dieper, hebben we het ook al eerder over gehad. Het betonrot bij Ajax, dat zit eigenlijk in de structuur waarin die club opgebouwd is. Sinds
de beursgang zit dat gewoon heel scheef in elkaar. Dus je hebt een vereniging met 73% van de aandelen. Ja. Die eigenlijk ja, alles bepaalt op de beurs. Dus het is beursgenoteerd, maar niet echt beursgenoteerd. Maar doordat je het wel bent, formeel gezien, moet je nu aan de beursregels houden. En ja, moet je met Kroes toch actie gaan ondernemen. Waar ja, als Ajax niet op de beurs had, had hij überhaupt die aandelen niet kunnen kopen. Had je het hele probleem niet gehad. En had hij verder kunnen gaan met waar hij mee bezig was. Maar als je dan het plat slaat richting de persoon van Praag. Nou, die bestuursraad, die moest op een gegeven moment weg. Toen moest een nieuwe bestuursraad aangesteld worden. Dat deden de ereleden. Daar zat Van Praag bij. Die stelt een nieuwe bestuursraad aan. Die bestuursraad zelfs vervolgens Van Praag aan. En nu zet Van Praag zichzelf als gedelegeerd commissaris naar voren om de directie te gaan controleren. Dus die heeft ja, in een paar maanden tijd en werkelijk ieder orgaan van Ajax ja, heeft die bemoeienis gehad. Net als dat. Het lijkt op politiek. Nou ja, het is een politieke partij Ajax. Want het is gewoon een heel klein groepje leden wat alles bepaalt bij Ajax. Vanuit die vereniging. Daar heb je ook Ajax Zaterdag 5. Ja, dat is een team bij Ajax, ja, wat dus eigenlijk niks voorstelt bij die mensen, omdat het een amateurclub is, ja, zijn ze lid van de vereniging. Nou, als je de aanstelling voor Kroes pakt, die zat in Ajax Zaterdag 5, die heeft zijn eerste gesprek, is hij gepolst door iemand van de bestuursraad, Mark Stuut, zit bij hem in hetzelfde elftal. Ja. Iemand uit de raad van commissarissen, Kees van Oefelen, die speelt ook in hetzelfde amateurelftal. Ja, dat is de grootste club van Nederland. Het is eigenlijk Het is vrij incestueus. Ja, het is te lachwekkend voor woorden dat dit de structuur is achter de grootste club van Nederland. En ja, als het goed gaat, dan maakt het allemaal niet zo uit. Maar als het slecht gaat, zoals nu, ja, dan gaan al die mensen gaan zich er tegenaan bemoeien. En omdat het zo'n klein clubje is, hebben ze ook gewoon ja, grote invloed. En ja, als er nu dus mensen uit de RVC uiteindelijk weer zouden moeten vertrekken, gaat de bestuursraad die weer aanstellen. En dat is allemaal weer ja, datzelfde kleine clubje wat erover gaat. En als Ajax voornemens is om echt problemen op te lossen, dan moet je eigenlijk zeggen, veel mensen zullen zeggen, je moet van de beurs af. Nou, dat is misschien stap 2. Maar de eerste stap is dat je die vereniging moet opengooien. Dat je gewoon zegt, joh, iedereen die hier een seizoenkaart heeft bij Ajax, die kan meestemmen. Dan heb je gewoon 50.000 man en dan kan gewoon die mensen die op de tribune zitten, die kunnen erover beslissen. In plaats van, zoals bij Barcelona bijvoorbeeld. Ja, in plaats van de selectie van Ajax Zaterdag 5. Want ja, dat zie je toch de afgelopen x jaar, dat meestal niet zo heel veel goeds brengt en dat er niet heel veel reden is om aan te nemen dat iemand uit Ajax Zaterdag 5 daar gekwalificeerder is om erover te oordelen dan de gemiddelde fan op de tribune. Dus ja, als je het echt op wil lossen, moet je daar gaan beginnen. Alleen dat hebben ze destijds onder aanvoering van Johan Cruijff geprobeerd om dat open te gooien. Nou, dat is een rapport over verschenen. Dat is heel diep in lades gekomen. En ik denk niet meer dat het ooit uit die lades gaat komen. Maar als je er echt wat aan wil doen, dan moet je eigenlijk daar naar gaan kijken, want ja, dat is een heel klein clubje waaruit steeds allerlei bestuurders worden ja, gekozen. En vervolgens blijkt meestal dat die ja, bestuurders, nou, het is niet allemaal een eclatant succes om het zomaar eens te stellen. Nee, pijnlijk is als ik jou zo hoor, dan zal de rust in de komende periode zeker nog niet terugkeren. Waar je misschien de ijdele hoop had dat het onder Kroes wel het geval zijn. Overigens later vandaag op VPRO een verhaal van Freek Jansen over, nou ja, eigenlijk van hoe nu verder bij Ajax. Ja. Ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn artikel. Ja, en het voelt een beetje natuurlijk aan als ja, Monopoly terug naar start. En je krijgt geen geld. En dat is een beetje ja, waar Ajax nu weer staat. Terwijl ze ja, voor een cruciale zomer staan waarin belangrijke functies ingevuld moeten gaan worden. En ze zitten natuurlijk ook nog in de strijd wat deze week weer verdere beweging gaat krijgen rondom die vijfde plek. Dus nou ja, we zijn benieuwd hoe het verder gaat, Soap Amsterdam.